Ik sta hier lekker warm en droog in een indoor ruimte. En ik ga jullie een les geven over de golfswing. Over het belang van het raken van de sweet spot. Maar voordat ik dat doe, even een kort commercieel blokje. Voor dinsdagavond 4 oktober. Tussen 6 en 8 zullen mijn collega's Kenzo, Nick, Stijn en ik jullie een demoles aanbieden. Je kunt je inschrijven voor een van de sessies van 10 minuten. Short game, swingen op de trackman buiten, swingen op de full swing kit buiten. Of putten indoor, of een swingtraining hier op de trackman in de simulator. Je schrijft je in voor een van die 10 minuten durende sessies. Je krijgt geheel gratis een analyse en je weet waaraan je moet gaan werken de komende winter. Maar bovenal kunnen we jullie kennis laten maken met onze werkwijze en onze werkruimte. Inschrijven doe je door naar de website te gaan van de golfbaan, golfbaanhetwold.nl. Bovenin het kopje opleiding en dan krijg je een blokje team-agenda. En via die route kun je jezelf aanmelden. Aansluitend om 8 uur ga ik iets vertellen over de indoorruimte. Hoe gebruik ik die Big Tilt, het bewegend platform met al die beamers erop, om jouw putten te verbeteren? Hoe gebruiken wij die putmatten om je vertrekrichting bij het putten te verbeteren, het oplijnen te verbeteren, je gevoel te verbeteren, noem het maar op. En ik ga iets vertellen over de golfsimulator, over Artificial Intelligence, de optimizer. Ja, de techniek neemt het van ons over. De trackman gaat jou vertellen wat je moet doen om die bal verder te slaan. Wat je moet doen om die bal rechter te slaan. Dus je slaat een aantal ballen en je krijgt een advies waarop te moeten letten. Er staan meer dan 100 golfbanen in. Er staan heel veel spelletjes in. Er zit een short game area in, waarin je je short game kunt trainen. En er zit een driver range in, waar ik dadelijk op ga trainen en jullie een les ga geven. Dus we gaan iets vertellen over hoe de ruimte werkt. Maar ook hoe jullie als leden of als niet-leden van het Wold gebruik kunnen maken van deze ruimte in de winterperiode om aan je spel te werken. Dus noteer 4 oktober in je agenda, meld aan voor een van de demolessen en zorg dat je om 8 uur erbij bent om iets te horen over de ruimte. En de shop is natuurlijk ook open met de nieuwste wintercollectie. Nou, genoeg reclame gemaakt. We gaan het hebben over de sweet spot. En de definitie van de sweet spot is het midden van het clubblad. Het is belangrijk om die bal in het midden van het clubblad, te raken. En dan ga ik even laten zien waarom. Ik heb nu een bal geslagen en die heb ik niet heel lekker geraakt. Die heb ik geraakt in de teen. En wat we nu direct aan de data kunnen zien is dat de bal in de teen geraakt is. Dat ik een carry sloeg van 93 meter. Een carry wil zeggen een vlucht. Ik had een clubspeed van 76,8 mijl per uur en een smash factor van 1,15. Nou, smash factor wil zeggen de zuiverheid van het raken op het slagvlak. Als je de bal in het midden raakt, vergelijkend met een trampoline, spring je wat makkelijker hoog dan wanneer je in de zijkant van de trampoline springt. En dat wil ik dus nu demonstreren. Maar voordat ik dat doe, laat ik even zien wat er gebeurd is met mijn lichaam. Je ziet hier een videoopname. Ik zet mijn hoofd even in een cirkel en mijn ruggengraat in een lijn. Wat je nou kunt zien, ik kom in die opzwaai, kom ik al een beetje met mijn neus uit die cirkel. Dus ik kom al wat omhoog. Dus er is een balansverstoring waardoor ik die bal wat te veel in de toe geraakt heb. Nou, en het resultaat is hier zichtbaar. En dat is wat we dus ook doen tijdens een golfles. We luisteren naar de wens van de cursist. We meten en constateren iets en baseren daar de les op. En wat ik mezelf nou zou willen adviseren is het volgende. Start met een goede warming-up. Het los en warm draaien van het lichaam is cruciaal. Het is blessurepreventie. En dat weet iedereen. Maar bovenal, als ik een lichaam losdraai, warm maak, kan ik veel makkelijker die krachten die vrijkomen overbrengen op mijn blad. Vergelijk het maar eens met fietsen en twee handremmen ingeknepen. Dat is niet effectief. Die handremmen moeten los zijn. Zit jouw heupgewricht te vast, om wat voor reden dan ook, dan kun je heel veel power genereren. Maar die power komt er niet uit en dat is zonde. Dus ook daarvoor is een warming-up belangrijk om los te komen. Vervolgens denk ik ook dat het belangrijk is dat ik mijn balans ga leren bewaren. Dus dit is een goede oefening. 1. 2. Om te voelen dat het lichaam mooi in positie blijft. Maar een andere oefening zou zijn
rechtervoet op de punt en maak maar eens een aantal swings. Blijf in balans, dus maak je training moeilijk. Als dit te moeilijk is, zet de voeten tegen elkaar, maak een aantal swings, behoud je balans. Kortom, doe een stukje balanstraining om de balans te kunnen bewaren en daarmee die bal in de sweet spot te kunnen gaan raken. En ik wil nou demonstreren wat het effect zou kunnen zijn. Ik ga nou een kopie maken van de swing daarnet en nu zorgen dat ik die bal wel in de sweet spot raak. Nou, de clubspeed net was ongeveer 75 mijl per uur. Ik zie nu dat mijn clubspeed 77 mijl per uur is. En ik zie in één keer een carry van 139,4. En je kunt in het getal smash factor ook zien dat ik mijn bal zuiverder geraakt heb. Een smash factor van 1,4 is veel beter dan 1,3 of 1,25. En als ik nou die data naast elkaar ga zetten, kun je dus ook zien. Mijn eerste bal sloeg ik met een kracht van 76,8 en de tweede bal met 77. Dus dat is eigenlijk vergelijkbaar. Maar met dezelfde swingsnelheid sla ik van 93 meter 139 meter. Dus je ziet al, het zuiver raken van de bal heeft enorm veel invloed op de lengte van je bal, maar ook op de richting van je bal. Want wat we tevens in dit plaatje ook kunnen zien, is dat deze bal een stuk rechter is dan die andere bal. Nou, ga er je voordeel mee doen met deze tip. Vind je het leuk om zo een les te ontvangen? Maak daarvan gebruik. Alle collega's maken gebruik van de studio. En bovenal ook, als jij zelf gebruik wil maken van de studio, het is allemaal mogelijk. Zet hem op, hè.